Kijk, en dan heb ik gewoon een infinite water source gemaakt door Kevin, de man. Eerste. Hey, kijkers van Game met GV, daar zijn we weer bij Skyblock. Ik hoor een raar piepje. Piep, 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 piep. En nou hoor ik piepje niet meer. Ja, ik hoor hem wel weer. Wat is dat? Horen jullie dat ook? Ik hoor niks. Ik hoor geen piepje, hoor. Een piepje hoor ik. Piep, piep, piep. Ik zweer piep. Het. Ik zie alleen dat het regent. Er geen muisjes zitten bij jou thuis. Nee, ik weet niet wat het is. Hè? Is je telefoon niet leeg of zo? Nee, misschien Teamspeak. Ik ga Teamspeak afsluiten. Het klinkt zo... Hoor ik het nou nog? Ik hoor niks. Teamspeak is weg. Oké, nou hoor ik het niet meer. Ah, maar we kunnen verder. We waren met een cobblestone generator bezig die even bleef hangen. Maar nou lijkt hij het weer redelijk te doen. Daar ben ik heel erg blij mee. Hij gaat ik wil even een halve stack kobbel hebben, dan kunnen we losgaan. Dan ga ik jullie een beetje uitleggen hoe Skyblock op de DDG-server werkt. Okay. Jouw vraag was, hoe komen we dan aan iron? Nou, dat kan via de zombies. Die droppen wel eens iron. En je kan het ook uiteindelijk via villagers, kun jij alle iron tools krijgen, als je wil. Hey Timo, wat doe je? Wat gebeurt er? Ga gewoon hier staan. Ga je daar staan? Je zit al bij kobbel te jatten. Ik krijg gewoon veel kobbel, hoor. Godsamme. Oké, nou hebben we zo wel genoeg. Dan maken we even een overtje. Dan kunnen we even charcoal maken. Juist, je snapt hem. Ik heb het overtje, heb ik al. Die zetten we er ook maar even hierbij, zo boven op het zand. Oké, wie gaat er charcoal maken? Ik heb nog shit. Oké. Oh, wat? Waarom kan ik er niet in? Hij heeft nog die shit. This is shit. Furnace is locked with a magical spell. A private furnace. Oké, hoe ga ik die weghalen? Ja, die kun je volgens mij eraf halen. Timo, welke teer gebruik je? Axe. Wacht, het is reclame laten zitten. Als het goed is hij nou weg. Ja, kan erin. Het was gewoon letterlijk C-remove. Oh, wacht, het is andersom, toch? Zo. Oké, goed gedaan, Timo. Dan hebben we natuurlijk heel erg veel dirt nodig om onze boompjes te kunnen planten, right? Ja, maar zo heel veel dirt hebben we niet, toch? Ja. Of wacht, is er een andere manier om dirt te krijgen, David? Er is een andere manier. Leg deze eens eventjes in het midden van je workbench. Zal ik die eens in het midden leggen? Wow, dan krijg ik zand. Ja, en dan pak je al het zand eruit. Alles van... Hij pakte maar één. Nee, ik heb ze altijd... Ja, ik heb ze. En dan hetzelfde doe je met zand. Dan heb je gewoon dirt, joh. Ja. Holy shit. Hé, er staat een lekkere boom in, Kevin. Kijk, Timo. What the fuck? Hou er zo. Niks aan doen. Ik heb één charcoal, trouwens. Als ik die dan in het midden van het ding krijg, heb ik normale kool? Nee, dat werkt niet zo. Dat werkt niet zo. Ik zit vast. Zo kun je dus dirt krijgen, Timo. En als je dirt in het midden zou leggen, moet je niet doen, dan heb je gravel. Ja, maar dat valt naar beneden. Dat is kut. Maar misschien als we een paadje willen gaan maken of zo. Nou, maar gaan we gewoon eerst een lekker een groot grasveld maken. Dan kunnen we dieren krijgen. Dan kunnen we overal boompjes planten. Dan ga ik hard aan de slag en dan gaat Kevin vertellen wat hij de afgelopen dagen heeft gedaan. Ik heb... Behalve in een boom gestaan. Ik heb afgelopen dagen eigenlijk niet zoveel gedaan. Wat dan? Niet? Nou, ik moest het bekomen van feestjes. Ah, en, heel zwakke hap, man. Oké. Maar en jij dan, Timo? Heb jij wel iets leuks gedaan? Ik kan me echt niet meer herinneren wat ik deze week gedaan heb, zeg. Dus het zal niet zo bijzonder zijn. Oh nee, ik heb heel veel YouTube shit gedaan, man. Allemaal opgenomen, gerecord, geëdit en shit. Shit. Wat zeg je veel shit? Ja, ik doe ook heel veel poepen tussendoor. Waren de video's niet zo goed? Nee, de video's waren wel goed. Maar kijk, ik moet gewoon elke dag poepen. Oké, ja. Dat was elke dag? Nou ja, niet elke dag, maar wel. Ik heb het wel eens gehad dat ik elke dag van de week, elke ochtend rond dezelfde tijd dacht, ik moet even zitten. Oh jee toch. Ja, daar hebben we allemaal wel eens last van. Op zich. Ja. Oké, dat zijn wel eens van die periodes. Het volgende stukje wat we dan gaan doen is even een farmpje aanleggen. Dat kan Kevin volgens mij heel goed. Ik kan heel goed farmen. Oké. Ja, ik heb weer een sapling trouwens, dat is wel mooi. Mooi, lekker bewaren, hebben er zoveel mogelijk nodig. Maar dan moet ik wel even een ding maken. Ja, je moet heel veel dingen maken in Minecraft. Heel veel dingen. Waar ben je? Oh, daar. Wat ga je maken? Wat ga je maken? Ik moet toch een hoe maken dan? Ja, je maakt hem van steen. Die houdt het langer vol, alsjeblieft. Soja boya be me ho. Oh, niet in de kist. Kun je nog wat dirt maken, David? Zo. Het zijn er drie. Nee, ik moet eigenlijk even blijven hakken. Ik heb één on my home. Weer één. Oké, dat eerste wat je wil gaan doen is even maak gewoon de farm maar. En ook waar het water moet komen. Dan gaan we zo meteen infinite water maken. Kunnen we niet deze spanner, zeg maar, aan deze kant ook nog uitbreiden tot twee mensen gewoon kunnen gaan hakken zometeen? Dat kan, als je dat fijn vindt. En dan kun je, nou, voor zometeen pas. Je moet eerst even een goed plateau hebben. Maar dan kun je gewoon fucking snel koppel doen.
Ik vind jou heel slim. Zoiets? Ja, maar hieronder zit toch niks? Nee, nog niet, maar dan kunnen we wel iets maken. Ah, maar kijk, het komt wel. Hier heb je sowieso nog water, dus... Waar? Nou, deze hier wordt hij gewoon nog allemaal... Wacht, was het niet binnen 16 bloks van water of zo dat hij dan gewoon nog... Dat hij dan nog gewoon doet? Want ik zie ze hier nou donker worden. Dat hij wat doet? Alleen die middelste. Ja, dat donker worden. Oh nee, dat gaan we allemaal fixen. Oh, je hebt trouwens een radius van 3. Dus je kan 3 breed, dan een laagje water en dan weer 3 breed. Oké. Het hoeft er niet letterlijk naast te zitten. Oké. Maar deze heb ik al geplaatst. Ja, maar dan gaan we gewoon lekker zo. Dan ga je het anders doen. Dan doe je zo. En zo. En is dit 1 rand zo. Dan heb je 3 breed. En dan waar ik nou zeg maar een blokje doe, daar komt dan straks water. Snap je? Ik ga ook even een pickaxe maken. Oké, doe maar. Heb je nog wat? Heb je toevallig 3 steen voor mij, David? Absoluut niet. Nou, hier. Dat is palen. Thanks. Pam, pam. Maar lukt het, Kevin? Ja, je bedoelt gewoon zo, toch? 3 breed? Of ben ik nu gewoon echt heel dom? Ik denk dat we ook een beetje moeten gaan nadenken of we op dezelfde hoogte willen gaan doen. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat we... Ja, is het niet verstandig om zeg maar wel twee... Zeg maar het plateau gewoon 2 hoog te houden? Ja, graag. Want anders, dan val je best wel snel naar beneden als je iets gaat hakken. 1 keer een creeper en je bent dood. Ja, dat klopt. Ja, en zoveel mogelijk steen, denk ik. Oh nee, wacht. Ja, dat kun je doen. Ik kom in ieder geval aan met heel wat dirt, Kevin. Uiteindelijk moet je gewoon zo'n schep zien te krijgen met zo'n enchantment erop dat je gewoon gras kan hakken. Maar je bedoelt zo... Dat zou helemaal niet zo verkeerd zijn. Silk Touch of zo heet dat volgens mij. Ja, dat moeten we inderdaad hebben, ja. Oké, zo. Ja, maar dat is... Ja, dan moet je boeken gaan enchanten uiteindelijk. En voordat wij een enchantment tegen... Ja, dat duurt nog echt wel even hoor. En dan moeten er ook monsters komen en zo. Oké, ik ga hier eventjes opfarmen. We hebben pumpkins. Zoals het is, we willen nu eigenlijk bijna geen... Met misschien een paar monsters dat we willen hebben. Want we willen een beetje boommeel hebben. Dan kunnen we seeds halen van gras. Maar we willen eigenlijk totaal alles goed verlichten. Zodat we geen fucking zombies en creepers en zo komen. Ik heb een pumpkin of een meloen geplaatst. Yay! Yes. Nou, let go. Kevin, heb jij wel eens infinite water gemaakt? Nee. Ah, echt niet? Mede, hoe lang speel je Minecraft? Ik speel Minecraft. Dat is echt een verdomd goed verhaal. Ik speel Minecraft. Wij ook, Kevin. Wij spelen ook Minecraft. Ik ben niet zo experimenteel. Ja, jij bent meer van de oude stempel. Ja. Maar daar was het ook al noodzakelijk dat je wist hoe je een infinite water source moest maken. Oh. Ja, ik heb daar nooit behoefte aan gehad. Ah, ja, dat kan. Dat geeft ook helemaal niet. Je bent niet boos. Timo, wat doe je? Ik help jou. Okay. Oh, jij was bezig net. Nee, je moet even stenen ondergrond hebben voor bij de farm. Ja, maar je hebt heel veel steen toch? Dus dan ga ik ondertussen verder met steen hakken. Nee, ik heb dus helemaal geen steen. Ik heb er allemaal dirt van gemaakt. Oh, dat is niet slim. Dus als jij het... Wacht, maar dus de farm ligt al, staat al hier. Ja, en dan gaan we hier water doen, waar ik nou op sta, dit stukje zo. Ja. En dan komt hier, moet nog een randje, waar ik nou dirt plaats, moet nog een randje met kobbel omheen. Ik zie geen dirt plaatsen, ik weet wat het betekent. Oh god, ga het even testen. Ja, jullie staan altijd doodstil bij mij, dus... Uh-oh. Wel een aparte manier van eindigen de hele tijd van de aflevering. Ja, het is gewoon de hele tijd. Zal de lek de volgende aflevering weg zijn? Daar was hij weer. We hadden even een spijkje. Maar okay. Nou weet ik dus nog steeds niet wat je bedoelt. Ja, hier ligt die dirt. Nee, laat maar. Ik ben al kobbel aan het hakken. Want dit wordt maak ik er wel dicht van. Ja. En zodra we dan het dirt geplaatst hebben, dan mag Kevin een infinite water source maken. Oh shit. Kevin. Ik zie niet in hoe dat... Possibly fout kan gaan. Ik zou alvast de wiki erbij pakken, Kevin. Ja. Uh-oh. Doe maar. Oké. Hoeveel kobbel had jij, Timo? Oh, shit. Die heb ik net allemaal veranderd in... shit. Wacht, ik hak nog wel wat meer. Wie heeft er nog wat hout? Ik niet. Maar ik heb daar wel al een boom geplant. En er zitten nog 2 saplings in de dingen in de kist, dus... Ja, Kevin, jij moet nog hout hebben, toch? Even kijken. Oh ja, 6 hout. Nou, doen we er maar 2. Ja, is goed.
Doe maar nog maar twee. Je mag ze hebben. Nog twee. Oh, dan. Twee stukjes hout voordat ik kom, hè? Wat? Zo. Hop. Moet jij eens kijken. Ga ik een nieuwe pickaxe maken. Maar hoeveel koppel had jij, Timo? Ik heb er nou 10. Oké, ja, maar dat komt wel een redelijk. Wat de fuck heb jij hier nou gedaan? Niks. Timo. Wat? Nee, ik ben nog aan het hakken. Nee, maar. Timo. Ah, wacht. Chill, rustig. Timo. Dit... Jij bent degene die altijd die cobblestone generator in beslag heeft. Ja, hey, dat doe ik voor ons. Ja, ik doe dit ook voor ons. Alleen, het gaat niet zo snel. Niet, je doet het alleen voor jezelf. Commercieel. Ja, commercieel. Dus, oh, wacht. Klopt het dat ik dan 3 emmers water en 12 random blocks nodig heb? Nee hoor. Niet. 1 emmer is genoeg en 2 water sources. Dan kom je er helemaal uit. Oké. Okay. Nou, Timo? Ja, ik ga voor de 20 en dan kom ik. Hij gaat voor de 20. Ik heb er nou 18. Hoeveel moet ik er dan nog voor de 20? Niks, ik ben er al. Oké, okay. En dan? Okay. Hier tussen zeker... Nee, hier, dit moet je vullen. Timo! Ja, dit kan ik wel. En dan het randje waar ik nou sta, daar moet ook. Dan gaan we er helemaal omheen. Hartstikke mooi. Ik ga al verder met hakken, want het is waarschijnlijk weer niet genoeg wat je gedaan hebt. Nou, weet je waarom ik gestopt ben? Nou, want ik in je nek zat te hijgen. Omdat iemand in mijn nek zat te hijgen. Hoeveel heb je? Ik heb er nou geen. Maar ik ben weggekomen. Ik heb er nog een paar. Oh, oké. Okay. Goed zo. Goed zo. Goed zo, Kevin. Komt hij nu mee? Echt zo? Is er nog hout? Niemand zegt wat. Kevin, heb jij nog hout? Hey. Ik moest van jullie naar Wikipedia om te kijken naar hoe ik... Niet naar Wikipedia, naar de Minecraft-pedia. Ja, oké, maar... Op Wikipedia wordt het ook verteld. Oké, dit is onze farm. We hebben amper seeds, maar dat maakt niet uit. Oké, Kevin, jij pakt vervolgens de emmer uit de kist. We hebben al een emmer. Ja. Ik heb nu de emmer. Oké, dan ga je hier naartoe. En dan sla je het ijs kapot. Oh jee. Ja. Die verantwoordelijkheid bij hem. Dan pak je uit met de emmer, pak je uit onze obsidian generator, of onze koppel generator, pak je hier het water uit. Waar je naar staat. Hier onderin. Ja. Oké, kom maar. Dan zet jij in het midden hier, waar ik als nou het fout gaat. Nee, waar ik sta in te springen, daar dump je het water. Ja. Kijk. Dan pak je hem vervolgens hier weg, uit het tweede. De tweede. Ja. En dan leg je hem in de vierde. Deze. Ja. Ja, goed zo, Kevin. Ja, en dan ga je weer naar de tweede toe. De tweede, ja. Haal je het water uit. En die doe je in de vijfde. Nou, dan pak je weer even eentje uit het midden. En die doe je terug in de cobblestone generator. Kijk, en dan heb ik gewoon een infinite water source gemaakt door Kevin, de man. Eerste voor mij. Meneer Dooms, wie wilde trouwens wat fakkels plaatsen daar op het eind? Of hebben we die? Ah, ik heb nog maar 1 charcoal gemaakt, dus... Ja, maar dan maak je er 4 fakkels van, is goed toch? Oké. Oké, nou het volgende wat we moeten hebben is een plek voor boompjes. Ja, we moeten gewoon heel veel dirt maken. Ja, ik ga inderdaad zo... Ik vond die betonnen ondergrond van jou voor een slim plan, Timo. Slim, hè? Ik doe dat mee. Dat heb ik dus totaal niet gedaan. Dus je moet gewoon eerst alles voor cobblestone maken en daar dan een laagje dirt op gooien. Je moet er nog 2 cobblestones voor mijn OCD. Ja. OCD. Ik heb er nog 1 en meer heb ik niet. Oh jee. Ja, maar kijk, je kan het met OCD maken als je hier al in elke hoek eentje weghaalt. Als je in elke hoek eentje weghaalt. Is hij zo goed, Kevin? Zo word ik gek. Kevin, in elke hoek eentje weghalen. Gewoon deze weghalen en dan in de andere hoek ook eentje weghalen, dan is hij rond. Ho, helemaal niet. Hey. Gewoon kobbelsteen. Waar ben jij mee bezig? Alsjeblieft, hoppa. Timo wou weer het spel verpesten. Nee, ik wil gewoon cobblestone besparen. Jongens, wij gaan de volgende keer weer verder met deze aflevering Skyblock met Kevin Dooms. En met Timo Mangelaars. Is het Mangelaar? Mangelaar. Iedereen zegt altijd Mangelaars. Maar hoe dyslexisch ben je dan als je dat niet kan snappen? Ja, dat weet ik ook niet helemaal. Misschien dat het ook gewoon desinteresse is van mensen, hoor. Ja, dat kan ook. Ik bedoel, maar ik weet ook jullie achternamen niet. Nee, niemand die heeft wat van mijn achternaam gehoord. David Peanut Butter, toch? Ellens. Oh, David Ellens. Ja. Maar abonneer eventjes op Gaming met Revé. En doe deze video een like. En check ook even de kanalen, het Gameportaal en Kicks Games. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Dan hebben wij als goed is... Swag. Hoe gaat hier ooit iets... Hey. Hoe gaat hier ooit zo'n ding groeien? Nee, dat moet je niet doen. Ja, juist wel. Want de pumpkin en de... Ja, maar dat doet hij automatisch, toch? Nope. Die groeien alleen maar op dirt. Dirt. Dirt.
Dirty. Oké, cool. Thanks voor de tip. En tot de volgende keer, jongens. Later. Ciao.